Goedemiddag, dit is het weerjournaal van Weerplaza.nl. Op veel plaatsen boven ons land is het vanmiddag wisselend bewolkt. Elke wolkendotje dat staat ook voor een bui en er zitten wat meerdere buien met name in het noorden en noordwesten van ons land. De actieve storing waar we gisteren mee te maken hadden die ligt inmiddels boven Oost-Europa en trekt verder naar het oosten. Maar een volgende storing die ligt alweer klaar boven de Britse eilanden en die trekt dan vanavond onze kant op. Die buien vanavond, die zullen met name voor de kustgebieden zijn, wat verder landinwaarts. Daar nemen de buien intensiteit af en misschien dat het in het oost- en zuidoosten zelfs helemaal droog blijft. Dat is ook nu het geval. Met name in het noordwesten en noorden vallen een aantal buien, maar ook landinwaarts zijn een aantal losse exemplaren ontstaan. Lokaal is er kans op onweer, hagel en met name in de kustgebieden en rond het IJsselmeer kunnen zware windstoten voorkomen. Ook vanavond het geval, want vanavond de meest felle buien in de kustgebieden, met namelijk het noordwestelijke kustgebied, dat allemaal bij temperaturen rond 7 graden. Bij die buien vanavond opnieuw, dus kans op onweer, hagel en zware windstoten, met pal aan zee windstoten tot zo'n beetje 85 km per uur. Wat verder landinwaarts misschien een enkele bui, maar verder overwegend droog en vooral in het zuidoosten zijn er dan opklaringen. Vannacht trekken die buien dan weg, maar vooral in de noordelijke helft van het land blijft een enkele bui mogelijk. De wind die wordt er weer opnieuw matig en de temperatuur die daalt naar zo'n 11 tot 14 graden. Morgen is het op veel plaatsen wisselend bewolkt. In het noorden van het land valt dan nog een enkele bui. De westen- tot zuidwestenwind blijft matig, windkracht 3 of 4. En de temperatuur ja, die ligt nog altijd tussen de 19 en 23 graden, eigenlijk net als vandaag. Zondag ziet het er dan eventjes wat anders uit. Er wordt warme lucht aangevoerd vanuit het zuiden, de zon die schijnt af en toe. Verder is er heel veel sluierbewolking. En met een matige zuidenwind wordt het dan op de meeste plaatsen 23 tot 26, lokaal misschien 27 graden. Die warmte is van korte duur, want maandag wordt de warmte verdreven. In de ochtend loopt het kwik nog op naar zo'n 22 tot 24, lokaal misschien 25 graden. En dan volgen al snel vanuit het westen enkele regen- en onweersbuien. Dinsdag is het dan weer een stukje koeler, met ook dan opnieuw een aantal buien. Af en toe wat zon en een matige westenwind. Ook de komende dagen wisselvallig weer. De temperatuuronzekerheid neemt snel toe in de loop van volgende week. Woensdag en donderdag mogelijk nog zomerse temperaturen in het binnenland, maar vanaf vrijdag dan neemt de onzekerheid zover toe dat we daar eigenlijk vrijwel niks over kunnen zeggen. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl.